Dat ding ziet er zo smooth uit. Wat? Holy shit. Ik heb hem alleen nog niet echt getest of zo, maar... Oké, doe even je vingers in je oren, just to be sure. Want dit kan hier galmen, hè, met deze ruimte hier. Oké, collega. Goed, dan gaan we. 3, 2, 1. En there we go. De laatste e-mail van deze week is ook weer de deur uit. Heeft natuurlijk alles te maken met hier het hele Area 13 gebeuren. We moeten die mensen natuurlijk kunnen huishouden en kunnen laten wonen, kunnen laten werken. En ik moet zeggen, het is toch wel meer werk dan ja, gedacht. We moeten denk ik allemaal met advocaten bezig en bepaalde vergunningen krijgen. Maar goed, we werken langzaam door. En ondertussen natuurlijk dat wij hiermee bezig zijn om natuurlijk een legale business hier te hebben. Hè, en natuurlijk om mensen te helpen. Is ook Mike ondertussen. En voor mij, ja, even kijken, waar staat hij eigenlijk? Hij zit daar ook. Kijk, zit hij daar lekker? Lekker met de fabriek bezig, druk bezig. Knopje had het over iets met... Hij had een blueprint weten te bemachtigen. En hij wou weer dingen gaan proberen. Want hè, natuurlijk de vorige keer had hij natuurlijk TNT. Een granaat. Hij had Molotov cocktails. En hij had nu weer iets nieuws. Zeg, ja, nee, dit is echt leuk. Laat me maar klooien. Nou, je ziet hem in ieder geval druk bezig. Je drukt al die knoppen in. En ik heb geen idee wat hij aan het doen is. Yes! Wat de fuck doet hij nou weer? Waarom zit hij nou weer beneden te schreeuwen? Of hij heeft gewoon keihard de muziek aan staan. Of, oh, nou, hij is wel heel druk bezig nu. Oké, hij roept in één keer kaart yes. Oh, oké. Ik ga maar gewoon even bij hem. Ik heb ook geen idee. Ik ga even bij hem kijken. Ik bedoel, ik ben hier voor de rest klaar op kantoor. Ik heb mijn werkzaamheden gedaan. En ja, we gaan eens even bij hem kijken. En mensen, terwijl ik mijn werkzaamheden heb gedaan, beginnen die voor jullie door eventjes snel natuurlijk deze video te liken als je natuurlijk zin hebt in een roleplay video. En vergeet ook niet natuurlijk dat je bent geabonneerd. Dan gaan wij eens even snel kijken wat de Mike in godsnaam aan het doen is met zijn yes-gezicht. Want misschien staat gewoon keihard die radio aan. En dan weet ik één ding. Die gaat uit die radio. Dan gaan we eens even kijken wat deze jongen hier allemaal aan het doen is. Moet ik nog wat drinken? Nee, we gaan eens even. Nou, ik hoor in ieder geval geen radio. Ik hoor wel die machine hoor ik wel met allemaal geluiden en alles. Yo, collega. Hey, collega. Wat? Luister dan. Ik zit daar boven, ja? Ik zit rustig. Ja, ja. Het laatste mailtje van deze week. Hup, deur uit. Weet je, al die dingen moeten we regelen voor mensen die we kunnen huishouden. En noem het allemaal maar op. Ja. Ik hoor hier een schreeuw vandaan komen. Nou, die hebben ze aan de andere kant van de stad gehoord. Ik zweer het je. Ja, ik ben gewoon ben je blij, collega. De laatste keer natuurlijk had ik iets voor elkaar gekregen om te maken met wat contacten gezocht en zo. En dan ben ik misschien iets meer verder gegaan en toen kreeg ik misschien iets van die man. Wat is dit? Dit is een leuke blueprint. Hier, hou maar even vast. Kijk er maar even naar. Een blueprint? Een blueprint voor een Walter PP. Oké, maar hoe ben je aan dit ding? Hoe heb je dit ding gekregen? Ja, ik heb weer verder met mijn contacten gepraat. Daar ook over nog iets. Het kost misschien wat. Dus als jij een paar cryptomunten voor mij kan regelen. Helemaal top, collega. Dat. Ik mis hier wat. Wacht even. Jij hebt iets geregeld, maar het kost cryptomunten. Maar je hebt het hier al wel. Ik heb het alvast gekregen, omdat ik natuurlijk een goed woordje kon doen. Ja, oké, maar luister, ja. Ik moet even een aantal dingen plaatsen. Ik zit in dat kantoor. Ik zit te kijken naar jou. Jij bent druk aan het werk. Ik hoor een yes schreeuw en je komt met een blueprint. Je bent blij dat je een blueprint net binnen hebt gekregen? Oh, nee. Misschien is het gelukt. Misschien. What the fuck? Yo. Dat ding ziet er zo smooth uit. Wat? Holy shit. Ik heb hem alleen nog niet echt getest of zo, maar... ik had natuurlijk wat extra dingen, extra materialen. Je wou hiermee verder gaan, toch? Neem ik aan? Ja, ik wou hiermee verder gaan. Ja, ik bedoel, die kleine explosieven waren hartstikke leuk, maar moet ik ook een beetje kunnen schieten. Ja, ik bedoel, explosief is natuurlijk ook altijd leuk. Die molotovs waren vooral leuk. Daar moeten we ook binnenkort nieuwe van maken. Absoluut. 100%. Absoluut. Daar ben ik gewoon 100% mee eens. Ja, die zijn eigenlijk leuk. Maar ja, voor de rest, deze dingen die zijn ook heel leuk. Maar gelukkig heb ik er niet één, maar ik heb er twee. Je hebt damn. Geef eens eentje dan, kom. Geef een collega, deze komt net vers uit de machine. Kijk eens, daar was ik ook zo blij. Oh, what the fuck? Yo, het is jou gewoon gelukt om een fucking wapen te maken. Yo, look at it. Damn. Dit is beter dan wapens die ik tot nu toe heb gehad. Hij is geladen. Ja, als het goed is, heb ik ook wat ammo in gedaan net. Dus als het goed is, moet die werken. Oké, nou is wel een beetje hetgene. De vorige keer toen we buiten waren, weet je, er is best wel veel geluid gemaakt wat er kwam. Maar ik moet zeggen, de dagen daarna reden wat politie rond, dat weet ik dan. Maar niet dat ik bang ben voor de politie. Maar om nou een inval hier te krijgen. Dus ik wil hem wel eigenlijk even testen. En heb ik zoiets van, ja, weet je wat het is?
Kan mij het ook uitschrijven? Kan mij het ook uitmaken? Ik denk dat ik gewoon even hier zo op de muur ga schieten of whatever. Hier, die muur hier, die kan ik toch best op schieten? Ja, ja, waarom ook niet? Oké, doe even je vingers in je oren, just to be sure, want dit kan hier galmen, hè, met deze ruimte hier. Oké, okay, collega. Goed, dan gaan we dan 3, 2, 1. Damn! What the fuck? Yo, dit, ik moet zeggen, ouwe, dit ding, hè, voor een pistooltje, het heeft ook nog best een terugslag ook. Hier, schiet ook een keer. Gewoon op die muur. Even kijken, hoor. Ik heb het even oren. Okay. Afstand, even, ben je even ongeveer dezelfde plekje? Maat, besef even, hè. Je hebt gewoon een handgun recipe gekregen. En we hebben inmiddels gewoon twee fucking handguns. Maar ik wil nog een keer schieten. Ga aan de kant. Hier, komt-ie. Huh, hij jamt. Ja, misschien moet je een keer slaan of zo. Dat had ik net ook even. Are you sure? Man, ja, ik had net ook even sloeg of zo en dan deed hij het even. Ik weet niet. Is dit een Je gaat me niet zeggen dat dit een productiefout is, hè? Maar dadelijk... Collega, dit is... Luister, dadelijk klapt dat ding in mijn handen uit elkaar. Ja? Ja. Ben ik mijn arm kwijt, mijn hand kwijt of whatever? Ja, je moet niet zo raar gaan denken. Het komt heus wel goed. Soms moet je moet gewoon even dat ding overhalen, weet je wel? Even kijken hoor. Dus jij zegt zo, overhalen en dan nu... Dit is veel te leuk, jongen. Damn. Maar kan je ook gewoon door blijven knallen? Gewoon. Dit is toch niet normaal? Hij is wel out of ammo. Dus jij krijgt hem nu. Ik weet niet hoe je aan die ammo komt, maar... Damn. Ja, die moeten we denk ik ergens halen. Of kijken of we die zelf ook ergens misschien kunnen maken of zo. Maar dit ding is zo accuraat, jongen. Dit is echt niet normaal. Ja, dat is correct. Maar ook nog het leukste, collega. Ik heb nog genoeg materialen. Als ik nu meteen aan de slag ga, dat ik waarschijnlijk binnen een paar uur nog eentje kan maken. Dan hebben we gewoon 3 guns. Dan hebben we er 3, inderdaad. 3. Damn. Maar je zegt genoeg materialen. Dit klinkt ook een klein beetje als een probleem. Je zegt, ik kan er nog 1 maken. What's poppin'? Wat hebben we nodig? Ja, meer materialen. Dus ik zou binnenkort denk ik wel gewoon een boodschappenlijst naar je toe sturen. Want jij bent een man van het geld. Oh, en dan ik ga niet met de bank betalen, grap. Nee, dan moet je met cryptomunten. Gewoon gaan we ergens naartoe naar een locatie waarschijnlijk. En dan kunnen we daar wel een dealtje sluiten met iemand. Maar luister. Kijk, wat we eigenlijk moeten zien te proberen... is deze guns zien te verkopen voor cryptomunten al... en dan die munten weer te hergebruiken. Want ik denk namelijk dat we deze guns voor meer kunnen verkopen in cryptomunten... dan dat ze waard zijn... En dan met die cryptomunten weer kunnen inkopen, waardoor we een soort van stacking op gaan krijgen. Kijk, ik vind het ook niet erg om eerst nu geld in te leggen om nog meer te maken dan te verkopen. Maar ik denk dat ik wel iemand weet die misschien interesse heeft in een gun. Oké, klinkt interessant. Laten we het zo doen, oké? Want het is inmiddels vrijdag, het is ook al wat later in de middag. Ga jij nog lekker klooien deze middag met die gun? Niet te lang, want het is weekend. Hè? Weekend werken wij lekker en niet. Hebben we gewoon lekker chilltijd. Een zwembad lekker, hoppatee. Het is ook lekker het weer, want lekker binnen zwembad ook allemaal. Lekker chill het weekend, ja? Ik ga dan toch nog maar even naar kantoor toe om iemand te contacteren. Ik denk niet dat ik dat nu te pakken krijg, maar ik ga mijn best doen. Jij gaat nog even die gun proberen te fixen. En dan misschien moeten we toch het weekend werken voor een... leveringetje of een ander, gewoon lekker volgende week. Laten we dat gaan doen. Want dit ziet er heel goed uit, ouwe. Lekker bezig, man. Ja. Lekker bezig. Damn. Oké, ik ga nu naar boven toe. Ga jij lekker kloten en... niet te hard schreeuwen en shit. Oké, we hebben het ook geschoten. Nee, ik was een beetje enthousiast. Oké, sorry. Doe je ding. Lekker bezig, maat. God freaking damn it. Die fan lukt het gewoon weer, hè. Eerst weet hij gewoon TNT te fixen, mollies te fixen, granaatjes te fixen... En die man die zit nou weer met een blueprint te kloten. En die heeft gewoon voor elkaar gekregen, hoor. Hij heeft gewoon 2 guns weten te maken. En hij beweert dat hij ook nog een derde kan gaan maken. Trouwens, is ook mooi, hè. Kantoor Duffy, ja, de big boss. Maar die man die weet gewoon voor elkaar te krijgen. Hier, kijk hem al, kijk, even kijken. Ja, kijk, hij zit weer druk bezig met al die dingen in te drukken. En weet ik het allemaal. Hij heeft het gewoon voor elkaar gekregen. Mijn plan nu is toch wel om een telefoontje te gaan plegen. Naar iemand. En ik hoop dat die persoon interesse heeft om wellicht... deze guns over te nemen voor het cryptomunt. Want als dat namelijk gaat lukken, dan heb je toch een soort van start te pakken. Toch een soort van het begin van je empire, weet je. Je maakt een bepaald item, je weet het te verkopen. Het balletje begint te rollen als een geoliede machine. En de kassa begint te rinkelen. Voor nu mensen, allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je deze roleplay video leuk hebben gevonden, smash natuurlijk dat duimpje omhoog aan. Zorg ervoor dat je bent geabonneerd. Join ook de Discord, linkje in de beschrijving. En deel deze video met alles en iedereen. En dan zien wij jullie weer de volgende keer.